Dank u wel, voorzitter. Voor wie van reizen houdt, is het natuurlijk het alleraardigst om weer eens een weekje in Straatsburg te zijn. Straatsburg, de stad die de vrede symboliseert tussen Frankrijk en Duitsland. Straatsburg, de stad die herinnert aan belangrijke kerkhervormers zoals Boetjer en Calvijn. Geweldig, toch? Het tegenovergestelde is het geval. Onze maandelijkse verhuizing is een volstrekte idioterie. Geen enkel ander parlement in de wereld doet dit. Pure geldverspilling. Bovendien, we hebben het net over energiebesparing gehad. Zie hier een prachtige kans om het goede voorbeeld te geven. Ik stel voor, voorzitter, dat we de Raad laten weten dat we één van onze vestigingen gaan sluiten. Dat we de Raad vragen zo nodig het verdrag hierop aan te passen. En dat we ook één van de staatshoofden vragen op onze volgende zitting om het licht uit te komen doen. Of we kunnen dat natuurlijk ook aan de commissaris vragen. Commissaris Sinkevicius, het zal hem aanspreken. Omdat sluiting van een van onze vestigingen natuurlijk enorm zal bijdragen ook aan het omlaag brengen van onze CO2-uitstoot. Dank u wel.